Hondstrouw, de sculptuur van een kleurrijke hond. Ik ben begonnen met een basisvorm van kippengaas die ik opgespoten heb met pur. Daarna heb ik er een aantal lagen omheen gedaan van glasvezel met polyester om hem geschikt te maken voor buiten. De laatste stap om hem zijn eigen identiteit te geven was om hem te beschilderen.